Bilal Zemouri, ja, je geeft een assist vanavond voor de 2-2 in Lagaren. Dat geeft een goed gevoel. Ja, zeker. Dat was een leuk moment. Op dat moment hadden wij een beetje moeilijk. De eerste helft, waren we goed bezig. We hadden balbezit meer dan hun. De tweede helft was iets minder. We waren iets te slap begonnen met de tweede helft. Enkele cruciale reddingen. Helemaal op het laatste nog. Want anders wordt het nog 3-2. Hè? Ja, zeker. Deze prestatie heb ik door mijn keeperstrainer, die mij constant aanmoedigt. Ik ga het ook niet vergeten, ik ben 4 weken individueel aan het trainen. Ik heb een scheurtje gehad en ik heb alleen nog meer progressie dan wat er verwacht wordt. Nu hier een punt komen halen, op zich is dat, gezien de blessureleed en dergelijke, waar dat jullie uitkomen, waar dat jullie inzitten, geen slecht resultaat. Ja, zeker, maar ik ben zeker niet tevreden. We zijn koploper. We staan eerst eens en ik wou ongeslagen blijven. Maar ja, al bij al, 1 punt is niet slecht. Je blijft ongeslagen? Ja, zeker, absoluut. Toch met een goed gevoel naar Antwerpen? Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Snel de batterijen oplaaien, want woensdag is daar al de derby tegen ZVK Proslier. Ook weer geen makkelijke. Ja, zeker een derby. Dat is een plezante wedstrijd. Een gespannen sfeer. Dus we gaan er alles aan doen om de 3 punten naar huis te pakken. Tot slot, de supporters blijven groeien. Ze waren ook in Lagaren vanavond. Ja, mijn complimenten. Echt waar, ongelooflijk. 2 uur rijden en gezien maar hoeveel supporters dat er waren. Alleen maar, ik ben trots op hun.